Nou, het is allemaal begonnen hier waar ik nu naar kijk. Na een jaar of vier pionieren ben ik beland in het pand van mijn vader. Mijn vader was een molenaar, dus de eerste fitness was voor een gedeelte ook in die molen. En dat werd ook wel het eerste multifunctionele sportcentrum. Dus daar hadden we al een mix van squashbanen, van zwembad, van aerobicruimtes, van fysiotherapie, sportshop, etcetera, etcetera. 1500 vierkante meter kan ik me nog wel herinneren. Voor nu niet bijzonder, maar voor 87 was dat heel bijzonder. De reden dat ik toen al wat breder dacht, dat had ook te maken met die periode daarvoor. Ik heb MAVO-HAVO gedaan, had naar het SIOS gewild. Dat ging wegens familieomstandigheden niet door. En na een jaar kon ik weer wel een keus maken en ben ik terechtgekomen bij het Korps Mariniers. Nou, dan vertoef je ook in het buitenland met uitzendingen. Daar maakte ik kennis met de voorlopers van de fitnessindustrie. En dat vertaalde ik eigenlijk naar Nederland. Nou, zo is dat tot stand gekomen. We zijn verhuisd omdat we na vier jaar, dus eigenlijk een hele korte periode, uit ons jasje waren gegroeid op die vorige locatie. In eerste instantie alleen maar het concept opgeplust. We gingen van 3 naar 9 squashbanen, etc. Het zwembad werd groter, de fysiotherapie, alles werd opgeplust. 1994 een strategisch plan geschreven. Dat had als rode draad het gaan combineren van opleiden, zorg, bewegen en leisure. Allemaal onderdelen die belangrijk zijn in een regio. Dat was eigenlijk mijn doel. Wij hoeven niet Nederland te veroveren. Hè. Wat mij triggert is om iedere keer die exploitatie weer te upgraden of te verbeteren qua synergie. Daar zit mijn uitdaging. Wij zijn geen positief bedoeld, hè. Geen McDonald's die je maar kan kopiëren. Je pakt het format. Nee, wij moeten niet kopiëren, wij moeten vertalen en dan weer realiseren. Dus ja, en qua verbeteringsproces van wat nu open is en qua weer verdergaande vormen van synergie, ja, is het onbegrensd. Ja, de economie, hè, 2008 natuurlijk, hè, bij een ieder bekend. Ik noem het ook al vanaf 2008 een nieuwe werkelijkheid en geen recessie. Dit is niet iets helemaal voorbij gaat. Er zijn en er gaan nog veel meer dingen veranderen die ons heel veel goeds gaat brengen. Als 2008 niet was gebeurd, die nieuwe werkelijkheid, dan waren we misschien wel het vak ondernemen verleerd. En nu moeten we weer scherp aan de wind varen. Hè, we moeten weer creatief zijn. We moeten samenwerken. Maar dat zijn allemaal positieve factoren. En terugkerende even naar dat molenaarsvak. Hè. Als manneke van 12 mocht ik met die molen, hè, met de wind malen. En als er bijna geen wind stond, dan zei mijn vader, dan kruien we de kap, hè, de wieken naar de wind en dan doen we de zeilen erop. En dan kunnen we toch malen. En het is helemaal niet economisch windstil in Nederland. Maar we moeten gewoon de zeilen op de wieken doen.